Een poes en een kater tijdens de dekking. Welkom bij de 10.1 Biocast voor kader, over man en vrouw. Je gaat een aantal dingen leren. Je gaat leren te vertellen wat primaire en secundaire geslachtskenmerken zijn en daar moet je ook voorbeelden van noemen. Ook moet je de onderdelen van het voortplantingsstelsel van de man en de vrouw noemen en de functie daarvan moet je kunnen vertellen. Je moet de onderdelen van het voortplantingsstelsel van man en vrouw in een afbeelding kunnen herkennen. En ook, en die is best lastig, je moet kunnen beschrijven wat er gebeurt tijdens de menstruatie en de ovulatiecyclus in eierstok en de baarmoeder. En tenslotte 5 manieren noemen om een zwangerschap te voorkomen. We gaan beginnen met de eerste. Dit zijn 2 poppen en daar missen belangrijke onderdelen. En toch kun je zien dat het een man en een vrouw zijn. En dat zie je aan de secundaire geslachtskenmerk. En wat mist zijn de primaire geslachtskenmerken. De kenmerken die je al ziet vanaf de geboorte. Penis en balzak en de schaamlippen. De primaire geslachtskenmerken. In de puberteit ontstaan de secundaire geslachtskenmerken. Bij zowel jongens als meisjes is er een groeispurt. De groei van okselhaar en het toenemen van zweetklieren. Ook bij allebei. De groei van schaamhaar, de groei van de geslachtsorganen. Dit zijn de kenmerken die bij beide voorkomen. Mannen hebben baardgroei, hebben bredere schouders, de baard in de keel en het maken van zaadcellen. Bij een vrouw is het de groei van de borsten, de breder worden van de heupen, meer vetopslag daar en het maken van eicellen. Dit zijn de verschillende geslachtskenmerken. Bij de secundaire moet je weten welke komen bij jongens voor, welke komen alleen bij meisjes voor en welke bij beide. Hier zijn de onderdelen van de geslachtsorganen van de man. Ik laat dit plaatje even zien omdat de afbeelding iets gespiegeld is. En dan ziet het er anders uit zoals die in jouw boek staat. Maar je moet de onderdelen wel kunnen herkennen. Kijk maar, hier zijn ze in het zijaanzicht. De zaadbal, waar de zaadcellen ontstaan, die worden opgeslagen in de bijbal. En bij een zaadlozing gaan die op weg via de zaadleider. En die gaat over de blaas langs, komt langs de zaadblaasjes die zaadvocht maken. Komen door de prostaat die de urinebuis dat deel naar de blaas kan afsluiten en die ook zaadvocht maakt, dan komt die in de urinebuis en gaat die naar buiten. Hier zie je een zaadcel en er staat bijgeschreven dat die 0,05 mm groot is. Hij bestaat uit een kop met daarin de celkern en de staart waarmee die kan zwemmen. Dit is de eicel en je ziet dat hij 0,15 mm groot is. Dus hij is 3 keer zo groot als de zaadcel. En hier zie je ze tot verhouding tot elkaar. De eicel is dus vele malen groter. En dat klopt, want hij moet ook reservevoedsel bij zich hebben voor de dagen, de 5 dagen ongeveer, dat een bevruchte eicel onderweg is van de eierstok naar de baarmoeder om te kunnen innestelen. Kijk er nog een keer bij dit plaatje wat er gebeurt bij een zaadlozing. De bijballen persen die zaadcellen de zaadleiders in. Ze komen bij de zaadblaasjes, die voegen zaadvocht toe, het grootste gedeelte. Dan doet de prostaat dat ook nog en tenslotte in de urinebuis en zo naar buiten. En pas wanneer dat zaadvocht erbij zit, dus pas na de prostaat, hebben we het over sperma, zaadcellen en zaadvocht. Hoeveel het aandeel is van die zaadcellen? Nou, dat valt reuze tegen. 68% is het vocht uit de zaadblaasjes. 27% is het vocht uit de prostaat. En maar 5% bestaat uit zaadcellen. Hier zie je nog even een plaatje. Schuin, zo kun je hem ook op een schoolexamen krijgen. En de X, die geeft de urineblaas aan. Tijd om te kijken naar de geslachtsorganen van de vrouw. Je ziet ze links helemaal en rechts uitvergroot de eierstok met het begin van de eileider. En dan begint
het met het rijpen van een follikel. En een follikel is een eicel met het blaasje dat er omheen zit. Die wordt steeds rijper, duurt ongeveer 14 dagen. En op de 14e dag vindt de eisprong plaats. Het blaasje klapt open. Het blaasje dat gaat het grote gele lichaam worden. En de eicel komt vrij in het begin van de eileider. En die kan bevrucht worden. Maar als dat niet gebeurt, dan gaat de eicel dood. Hij sterft. En dan verdwijnt hij via de eileider, baarmoeder, vagina naar buiten. Het follikel blijft eerst nog even intact. Maar als die eicel dood is, sterft ook het follikel af. En dan begint er weer een nieuwe cyclus. Hier zie je uitvergroot de baarmoeder en de vagina. Op deze plek komen zaadcellen terecht. Dat is die vagina is geen fijne plek voor die zaadcellen, dus die proberen daar zo snel mogelijk weg te komen. Dan kunnen ze natuurlijk één plek op, naar buiten, en dat is voor hun niet zo gunstig. Maar als ze de andere kant op kiezen, dan komen ze terecht in de baarmoeder. En daar hebben ze ook weer twee mogelijkheden, linksaf of rechtsaf. En aan een van de plekken kan een eicel rijp zijn. Als ze de goede kant kiezen, komen ze misschien wel bij de eicel terecht. Hier een plaatje van wat er gebeurt in de baarmoeder en wat er gebeurt in de eierstok. Onderop zie je de dagen van 0 tot 28 en dan begint hij weer opnieuw. Je ziet het baarmoederslijmvlies in de baarmoeder en helemaal bovenin zie je de eicel in het follikel zitten en zie je de eisprong en zie je ook het follikel sterven. Van de 0 tot de 5 dagen ongeveer is de menstruatie. Het baarmoederslijmvlies dat opgebouwd is, wordt afgestoten en gaat via de vagina naar buiten. De bloedvaatjes die erin groeien, die gaan kapot en dat zorgt voor het bloedverlies tijdens de menstruatie. Vanaf dag 3 tot en met ongeveer dag 14 wordt de follikel steeds groter en het baarmoederslijmvlies wordt dikker. Op dag 14, dus 14 dagen na het begin van de menstruatie, vindt de eisprong plaats, ovulatie of eisprong. Is ongeveer op die dag, kan eerder zijn, kan later zijn. En deze tijd tot 21 dagen blijft het baarmoederslijmvlies dikker worden. Dat baarmoederslijmvlies wordt in gereedheid gebracht om een bevruchte eicel te kunnen ontvangen. Maar ja, in ons geval was de eicel niet bevrucht en sterft die af. En dat zorgt er dan voor dat het baarmoederslijmvlies niet intact blijft. Dag 14, 15, 16 sterft de eicel, follikel sterft en het baarmoederslijmvlies wordt dan weer afgestoten en een nieuwe cyclus begint. Hier zie je het nog een keer, let op de eierstok. De eicel, de follikel wordt steeds groter, klapt open, de eicel komt vrij, wordt niet bevrucht en gaat via de eileider, baarmoeder en vagina naar buiten. En op dat moment wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten. En dan is het de tijd dat je iets moet gebruiken om dat bloed op te vangen. Hier zie je het plaatje dat je net zag, alleen is nu het lang uitgerekte plaatje een cirkel geworden. Helemaal in het midden zie je de eicel rijp worden. Je ziet het gele lichaam, het follikel, dus het gele lichaam ontstaan. En je ziet dat afsterven. Daaromheen zie je het baarmoederslijmvlies afgestoten worden, dunner worden vanaf dag 0. En dan vanaf dag 4 weer opbouwen. We gaan even kijken. 1 tot en met 5 is de menstruatie. Dan vanaf dag 6 tot en met een dag of 12 is het de groei van het baarmoederslijmvlies en ook van de follikel. Rond dag 14, 13, 14, 15 is de eisprong. En dan krijg je weer het verder groeien van het baarmoederslijmvlies totdat het weer wordt afgestoten.
zorg dat je allebei de plaatjes in je hoofd in ieder geval kunt begrijpen. Om niet zwanger te worden is een heel aantal middelen met elk zijn eigen voor- en nadelen. Bekendste is het condoom. Dat zorgt dat sperma, en niet alleen sperma, maar ook lichaamsvocht niet in contact komt. En dat zorgt ervoor dat je niet zwanger kunt worden, maar ook geen SOA oploopt. Een andere bekende is het de anticonceptiepil. Anticonceptiepil bevat hormonen, regelstoffen die ervoor zorgen dat er geen eicel rijp wordt in de eierstokken. Je kunt dus wel een SOA oplopen. En dat zorgt ervoor dat mensen vaak de pil gebruiken in combinatie met het condoom. Een spiraaltje, als je dat gebruikt, kan er wel een bevruchting plaatsvinden. Je kunt ook een SOA oplopen. Maar het spiraaltje zorgt ervoor dat een bevruchte eicel niet kan innestelen. Het aanbrengen van zo'n spiraaltje gebeurt door een huisarts. Een ander middel is het persarium. Persarium moet een paar uur van tevoren worden ingebracht in combinatie met een zaaddodende pasta. En die dop breng je dan aan over de baarmoedermond. En dat zorgt ervoor dat er geen zaadcellen de baarmoeder in kunnen. Een heel permanente oplossing is de sterilisatie. Sterilisatie bij een man zorgt ervoor dat de zaadleiders worden doorgeknipt. En dan kunnen er geen zaadcellen meer bij, bij de baarmoeder komen. Natuurlijk wel zaadvocht, maar er zitten 5% zaadcellen niet meer in. Bij een vrouw worden de eileiders afgebroken. Dat zorgt ervoor dat er geen eicellen meer in de baarmoeder kunnen komen en geen zaadcellen aan het begin van die eileider bij de baarmoeder. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 11.10.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.